De Poolse Bojana en Katarzyna hebben een cadeau meegebracht voor hun juffen en de vrijwilligers. Na een jaar hard blokken is het de laatste schooldag. Hoe gaat het met het Nederlands? Goed. Ja. Prima. In oktober schoven ze voor het eerst de schoolbanken in om Nederlands te leren. Geen makkelijke opgave. Wij denken dat de Nederlandse taal voor ons is echt moeilijk. Maar ze hebben zich ondanks hun drukke banen goed door het schooljaar heen gewerkt. Ja, voor mij moeilijk. Voor mij ook, echt. Maar ik heb geen stress, ik praat en ik weet dat dit is slecht, maar ik probeer het. Dank u namens de hele groep. Merkt u het al een beetje dat het beter gaat zo in het dorp? Ja, zeker. Mensen zijn aanspreekbaar. En voorheen moesten de kinderen alles uitleggen aan de ouders. Maar dat wordt langzamerhand wordt dat beter. En ja, dat is alleen maar gunstig natuurlijk. Dank u. Is het weer een goed jaar geweest? Zeker. We hebben ontzettend genoten van onze leerlingen. En zij hebben allemaal goede cijfers behaald. Zeker. En we mogen nu ook doorgaan. Dus dat is geweldig. Ja, want er is nu structureel geld voor de cursus. Sterker nog, de taalles wordt straks ook op 7 basisscholen in Alkmaar gegeven. Maar nu eerst even ontspannen.